wat er juist gebeurd is, is dat we de eerste glasplaten aan de gevel van station Den Haag Centraal hebben gehangen. Opgehangen eigenlijk, vastgeschroefd hebben. Nou, dat is een mooi symbolisch moment, want we gaan de komende tijd gaan we er nog 230 in totaal ophangen. Dat gaat gebeuren in de hele maand april. Dus mensen zullen daar natuurlijk het een en ander van merken. En het hoogtepunt natuurlijk letterlijk is dat we bezig zijn geweest met het dak afgelopen periode. Daar zijn we bezig geweest met het inhijsen van 280 glaselementen. Nou, dat is ook weer mooi dat daardoor het hele Den Haag Centraal Station ook licht wordt. Dat hebben we steeds in de nacht gedaan. Dus om de reiziger overdag en af alle ruimte te geven om te kunnen reizen. Plaatsen natuurlijk van die glasplaat hier aan de gevel is natuurlijk een onderdeel van de hele bouw. En die bouw doen wij natuurlijk als ProRail zijnde samen met de gemeente Den Haag. En NS is daar natuurlijk ook bij betrokken. Die zijn weer verantwoordelijk voor het maken van winkels die we hier natuurlijk hebben. Dus die samenwerking is van groot belang om op die manier een groter station te krijgen, een lichter station te krijgen en een overzichtelijker station te krijgen.